is lekker samen op de bank. En je kijkt er naar uit voor het laatste nieuws en het weer. De programma's en meer. Je eigen station. Kijk. Wethouder Frits Horvis verlaat na 18 jaar de politiek. De sympathieke CDA'er was 8 jaar wethouder. De heer Horvis begint per 1 februari als directeur Stichting Waarborgfonds Koopwoningen in Rotterdam, maar blijft in Tilburg wonen. Het nieuws werd ten stadhuizen bekendgemaakt door burgemeester Stekelenburg. Ik onze voorlichter melden dat we een bestuurlijke mededeling hebben te doen. Ik heb ongeveer 3 uur geleden aan de leden van de gemeenteraad een brief geschreven en die hen doen toekomen, waarin ik ze meedeel dat wethouder Horvis besloten heeft om de Tilburgse gemeentepolitiek te verlaten. Overigens vanuit een hele positieve inzet, maar daar zal hij zo zelf het nodig over zeggen, in verband met het feit dat hij per 1 februari directeur wordt van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen. Wat dat precies is, waarom hij dat doet, dat is natuurlijk het beste door hem zelf uit te leggen. En daardoor geef ik hem ook graag de gelegenheid. Daarna lichtte de heer Horvis zijn besluit toe. Burgemeester. Ik ben sinds 1982 lid van de gemeenteraad van Tilburg. En sinds 1993 ben ik wethouder in deze mooie, prachtige gemeente. En dat is een hele tijd. 18 jaar raadslidmaatschap bestuur van de gemeente gaf op een gegeven moment ook de inspiratie om andere nieuwe uitdagingen te zoeken. En dan moet je dus op het moment dat de uitdagingen zich aandienen, moet je beoordelen of je ze op dat moment, of je daarop ingaat of niet op ingaat. Ik heb gemeend op de uitdaging, deze uitdaging, dus de directeurschap van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen in Rotterdam, om die uitdaging aan te gaan. Tilburg TV kent de nijvere wethouder vooral als een man met de plastic werkhelm op, die de meest onmogelijke karweitjes verrichtte. Nu overigens, u vertrekt met enige weemoed? Altijd. Je weet wat je hebt gehad de afgelopen jaren. En dus altijd afscheid nemen is altijd een beetje sterven, zou je kunnen zeggen. Dat geldt natuurlijk ook voor dit werk, wat ik met plezier heb gedaan al die jaren. Wat buitengewoon interessant is, waar je ontzettend veel mensen hebt leren kennen en allerlei ontwikkelingen hebt meegemaakt. Ja, met enige weemoed natuurlijk. Uw hoogtepunten? Mijn hoogtepunten, er zijn er een hele hoop. Hoogtepunten, bijna alle belangrijke besluiten die je hebt genomen. Als het nou gaat over de Noordoosttangent, de aanleg daarvan en de opening op 1 in november. Of het nou gaat over de Baars, de Bredaarse weg, dan heb ik het over de infrastructuur. Dat waren hoogtepunten, maar ook een hele hoop aantal bouwprojecten. De bouw van het kunstcluster waarvoor ik verantwoordelijk was, vond ik een bijzonder hoogtepunt. Zeker toen het geopend werd binnen de tijd die ervoor gesteld is en binnen de budgetten die daarvoor beschikbaar gesteld waren. Nou, dat zijn dingen die je goed doen. De herinrichting van de binnenstad, het beheerconvenant dat we met ondernemers in de binnenstad hebben gesloten over hoe de komende jaren wij omgaan met het opkrikken en het verbeteren van de binnenstad. Bijvoorbeeld het masterplan voor het Veemarktkwartier, de bestemmingsplannen voor het Knechtelterrein, het Hollandterrein in de stationszone, het Pietervredeplein niet te vergeten, mijn nota architectuurbeleid. Dat zijn allemaal, ik pak er zomaar een paar uit de meer dan 700 voorstellen die ik aan de commissie heb gedaan de afgelopen 7 jaar. Pak er maar een paar uit. En iedere keer weer kom je dan tot de conclusie. Hey, er zijn toch een aantal. Het is leuk dat je een aantal dingen tot stand hebt kunnen brengen. Dat doe je natuurlijk niet alleen. Dat doe je met je ambtenaren. Hè, die ook heel hard daarvoor werken. Dat doe je met je collega's. Maar jij bent op een gegeven moment de trekker. Dus
Jij bent dan de eerste verantwoordelijk. Ten slotte, liggen de steentjes van de Heuvelstraat u zwaar op de maag? Absoluut niet. Het gaat niet op de loop voor een vlekje, om het zo maar te zeggen. Maar afgezien van het feit dat ik vind dat de herinrichting van de Heuvelstraat en de overige gebieden in de binnenstad, dat die nou een beetje voortgang kent. En ja, ik vind het er zelf heel goed uitzien. We zitten met een toekomstige vacature. Daar zullen procedures voor gevolgd moeten worden. Dat betekent dat hij eerst moet bedanken voor de raad. Dat er dan een moment moet komen dat er een opvolger gezocht moet worden. Nou, ik zou me niet verbazen dat dat een opvolger, dat die opvolger gezocht zal worden binnen CDA-kring. Daar is uiteraard wat tijd voor nodig. We mikken er eigenlijk op om voor het eind van dit jaar, het eind van dit kalenderjaar, wel in de situatie te zitten dat we A weten wie de opvolger is en B ook wel in de situatie zitten dat we die opvolger benoemd kunnen hebben. Maar hoe dat precies eruit gaat zien, hoeveel tijd daarvoor CDA nodig heeft, respectievelijk hoe dat past in de procedures die vastliggen in de gemeentewet, dat is nu nog niet helemaal te zeggen. We hebben dan ook aan de leden van de raad bericht dat we zo snel mogelijk hen daarover nader zullen informeren. De wethouder had zijn schouders staan onder andere het kunstcluster, de Heihoef, het Noorderbos, de Kast, het Racehofpark, de renovatie van de Schans, maar ook onder de steentjes in de Heuvelstraat. Burgemeester Johan Stekelenburg als veilingmeester. Dat deed hij op de veiling van de Russische bazaar van het Tilburg Byzantijns Koor in de CIO-school in het Zand. De opbrengst van de veiling is voor onderwijsprojecten en leukemiepatiëntjes in Rusland. Geveild werden lakdoosjes, munten, iconen en andere zaken. Het koor zong een Russisch lied en er was ook een expositie van foto's, instrumenten, iconen en kunstkaarten. Alsmede een informatieve videofilm en een melkmachine voor soja. Het Tilburg Byzantijns Koor organiseert vandaag een bazaar. Wat is het doel van deze bazaar? Het doel van deze bazaar is dat wij geld proberen op te halen voor de projecten die het projectenfonds van het Tilburgs Byzantijns Koor in Rusland en Oost-Europa ondersteunt. En dan moet u denken aan projecten met name gericht op de zwakkeren in de samenleving van Oost-Europa en Rusland. Kinderen, zieken, oudere mensen. Het is een activiteit die we al verschillende jaren doen. Wij proberen op velelei manieren geld te verzamelen voor de projecten daar. We organiseren concerten. We hebben al verschillende keren optredens gepland waarvan de opbrengsten ten goede kwamen van de projecten. En nu is dit de tweede keer dat wij een bazaar organiseren waarin originele Russische spullen te koop zijn. Spullen die we dus zelf uit Rusland hebben meegebracht. Inderdaad, echte Russische spullen verkopen. En dat varieert van eenvoudige dingen die niet zo duur zijn tot prachtige handgeschilderde iconografische eieren, iconen. De beroemde doosjes uit Palech, die zwarte doosjes met die sprookjes erop. De doosjes met allerlei andere afbeeldingen met wat paramour uit Fedorskina. Maar het is een unieke gelegenheid, denken wij, om in deze tijd van het jaar om een origineel kerst- of Sinterklaas cadeautje te vinden. Is er veel belangstelling voor deze veiling? Er is gelukkig veel belangstelling voor. Tilburg is een drukke stad waar veel gebeurt, dus het is altijd maar afwachten hoeveel mensen er komen. Maar ik denk dat dus het karakter van de bazaar en waarin we dus ook hele mooie spullen veilen, topstukken, daar mogen we niet over klagen. Dus de mensen hebben daar echt leuke dingen kunnen halen. Hoe is de situatie in Rusland op dit moment? Moeilijk. Er is een enorme tweedeling in arm en rijk. Je ziet op het ogenblik dat de mensen ook door de situatie wat moedeloos aan het worden zijn. Er treedt verruwing op. Maar met name de mensen die het in die samenleving zo hard nodig hebben. De zieken, de ouderen, de gehandicapten, het gevangeniswezen. Ja, dat komt aan het eind van de begroting en er is praktisch geen geld voor. En als je dan in sommige republieken moet horen dat iemand met $20 of $40 per maand moet rondkomen. En dan soms maanden op zijn geld moet wachten, dan kunt u zich voorstellen wat er eigenlijk overblijft voor degene die het echt nodig hebben, met name de zieke mensen en de oude mensen, want die krijgen soms maanden geen pensioen of geen geld. Ziekenhuizen kunnen hun zieken niet verplegen, omdat ze de bedden niet kunnen verschonen, want er zijn geen wasmiddelen. Of ze hebben geen medicijnen. Nou, op onze eigen bescheiden manier proberen we toch daar een klein beetje te helpen. En ik kan wat voorbeelden noemen. We hebben onder andere kunnen meehelpen aan het bij elkaar krijgen van geld voor een sojamelkmachine voor het kinderziekenhuis in Kolomna vlakbij Moskou. Zodat de pasgeboren baby's toch wel met melk gevoed konden worden. We zijn bezig met een leerproject
onderwijsproject voor jeugdige gevangenen in Oetmoetje. Dan zult u misschien zeggen, ja, jeugdige gevangenen, die zullen daar niet voor niks zitten. Nou, het is daar zo, als je op straat vecht, dan kun je als jeugd, als jongere al voor 3 jaar in de gevangenis terechtkomen. En je moet je dus afvragen wat er dan met je gebeurt als je 3 jaar in zo'n omgeving zit waar je totaal niets hebt. Dat is zeker niet bevorderlijk voor de ontwikkeling en ook niet voor de geestelijke gesteldheid. Dus we proberen op die manier toch wat bij te dragen, zodat ze als ze uit de gevangenis komen, in die bagage hebben om een goed lid van de maatschappij te kunnen worden. En niet compleet vernield zijn, waardoor ze nog verder in de goot terechtkomen. En het is meer dan alleen het zingen, want de Tilburgs Byzantijns Koor is als zangkoor begonnen. Maar eigenlijk ook, vlak na de Tweede Wereldoorlog, om mensen die gevlucht waren uit Rusland en die dus niets hadden en niets konden doen, te helpen om hun eigen godsdienstbeleving weer te kunnen ervaren. Dus door liturgieën te zingen. Later heeft ze dat uitgebreid en heeft het koor een aantal goede doelen, laat ik het maar even zo zeggen, geadopteerd. En dat was in de communistische tijd, toen godsdienst dus niet mocht, rond bijbel smokkelen naar Rusland. Dus op dat punt waren we ook niet zo braaf, maar we deden het wel. Nu de grenzen dus open zijn sinds begin van de jaren 90 en we ook onze contacten hebben in die landen, zijn we heel goed in staat om projecten te kiezen met de mensen daar en ervoor te zorgen dat ook wat we willen doen, het geld wat we daar brengen, dat het ook op de goede plaats terechtkomt. Dus het blijft niet aan allerlei strijkstokken hangen. En dat is, ja, gezien ook het image van dat land, ontzettend belangrijk dat je daar zeker van bent.